De partijleider van de PVV trekt alle aandacht, ook vandaag weer. Bepaalt het debat en laat de rest van de politiek in verwarring achter. Maar hoe zit het eigenlijk met de andere leden van de Partij voor de Vrijheid? Tot nu toe opereren ze volledig in de schaduw van de grote leider. Politiek verslaggever Wilfred Scholten ging op zoek naar die andere fractieleden. Ik zag hier een SP-nummer, geheel gewijd aan Wilders. Ja, dit is een kaderblad van de SP. Ja, waarom? Nou ja, we vinden het heel erg goed om Wilders erg serieus te nemen. En ook zijn ideeën. En we hebben iemand gevraagd, een paar mensen, om daar eens even goed studie van te maken. En dat is dit geworden, wat Wilders wil. Goedemorgen, meneer Wilders. Mag ik nog even wat vragen? Nee, dank u wel. Wat denkt u zelf? Nou ja, ik vraag het maar, omdat u het niet noemt. Ik zit hier toch niet om zaken te verzinnen? Nou, we zijn natuurlijk een beetje de rebellenclub van de Tweede Kamer. Geert Wilders is het bekendste Kamerlid van Nederland en daar hebben we dus voordeel aan, maar soms ook nadeel, want je staat wel in de schaduw soms van een heel bekend Kamerlid. Ja, en zo voelt u dat soms? Nou, soms wel, ja. Even een paar korte vraagjes over de kwalificaties over en weer van Marijnissen en zo. Goed, dan laten we vandaag Geert Wilders even rusten. We richten onze blikken op drie mensen achter Wilders, die het dagelijkse politieke handwerk verrichten. In zijn schaduw. Achter deze lamellen bevindt zich de arena voor de mindere politieke goden. En laten we eens kijken wat drie PVV-Kamerleden te melden hebben over huistuin- en keukenonderwerpen als de kilometerheffing, het dierenwelzijn en de huisartsenzorg. Mevrouw Agema. Ja, wat de minister toch moet beamen, dat is dat juist dat wat onverantwoord is, is dat spoedoproepen niet worden beantwoord. En dan vraag ik toch van u een meer krachtige houding hierin. Ik vind dat zo'n huisarts wel berispt moet worden, wel een boete moet krijgen. En als het drie keer gebeurt, moet die huisarts ook geschorst worden. Hey, sorry. Goed je te zien. Fleur Agema, vicevoorzitter van de PVV-fractie en de enige vrouw in dit gezelschap. Ze was statenlid voor de LPF in de provincie Noord-Holland en is nu de rechterhand van Wilders. In zijn spoor hamert ze voortdurend op het lot van de gewone mensen versus de machtige bureaucratie en de kille praktijk. Een bekend thema van de PVV. De visie van de minister laat een enorme kloof zien tussen burger en politiek. Het systeemdenken voert de boventoon in de visie van de minister. Het staat enorm ver af van de burger. Want wat vindt de burger goede huisartsenzorg? In ieder geval niet een koud computerkeuzemenu. Nou, je ziet eigenlijk dat door de jaren heen de huisartsenzorg steeds ingewikkelder is geworden. En dat het dus ook steeds ambtelijker wordt, de taal die we hier in de Kamer spreken. En ik probeer toch altijd de taal weer menselijk te maken. En het ook terug te gaan naar de menselijke maat. Waarin het argument hoor. Pardon? Ik vind dat zijn niet altijd de juiste argumenten. Ik vind dat de juiste argumenten. Dan kunt u er wel doorheen praten. Maar op het moment dat hier in het huis. Dit is de 39-jarige Barry Matlener. Hij houdt zich bezig met wonen, milieu en de files. Hij leerde het politieke vak als raadslid voor Leefbaar Rotterdam. Ik ben nu een jaar zo'n beetje Kamerlid. Bevalt het? Ja, het bevalt prima. Aanzit ik in een hele leuke partij met goede jonge mensen. Wij worden wel eens verweten een one-issue partij te zijn, maar dat zie ik echt als een probleem van de media. En die media zien Matlener als een echte debater die altijd de confrontatie zoekt. Zoals in dit overleg over de kilometerheffing. Ja, voorzitter, ik zou bijna zeggen de PvdA is echt totaal de weg kwijt. Ik vind het ronduit asociaal beleid om mensen de auto uit te jagen. En hoe betaalt u dat dan? Meneer Matlener, kort voorzitter, zo mogelijk. Ik ben zeer blij om te horen dat men weet dat wij tegen het rekeningrijden zijn. Maar bij de VVD weet ik dat namelijk nooit. Wat hij van zijn partijleider opgestoken heeft, is het beledigen van de politieke tegenstander. Al doet hij dat iets onschuldiger. U bent de minister van DKO. Ja, dat heb ik ook gelezen. Wat was ook alweer die afkorting? Minister Vogelaar heb ik minister van DKO genoemd. Dat betekent de minister van dweilen met de kraan open. Dat had ermee te maken dat de minister dus wel een probleem signaleert. Namelijk een instroom van veel niet-westers allochtonen die te weinig aangepast zijn in de oude wijken. En ze vervolgens daar niets aan doet. Ja, nou, daar lig ik echt niet wakker van. Echt niet. Het enige eerlijke wat ik kan ontdekken aan het rekeningrijden
is het gezicht van Camille Eurlings als hij het erover heeft. Het ontnemen van de auto, het ontnemen van de eerste levensbehoeften van mensen, aan juist mensen. Ik probeer het ook af en toe een beetje luchtig te maken. Kijk, wij zijn al een partij die een beetje alleen staat soms op diverse punten. En ik vind humor dan altijd wel een goed middel om te gebruiken om die spanning een beetje weg te halen. Nu heeft u die fractie ook kunnen zien, hè? Die opereren nu een jaar. Ziet u daar een soort Wilders-kloontjes in of kiezen die toch een beetje een eigen koers? Nee, ik zal het heel eerlijk zeggen. Toevallig dat Harry van Bommel en ik het er net over hadden, dat hij die 8 mensen goed gescout heeft. Dat zijn zeker geen klonen van Wilders. Ik ken die mensen natuurlijk allemaal niet persoonlijk echt goed. Maar wat ik merk is dat ze wel hun mannetje of vrouwtje staan in de debatten. Als je kippen laat scharrelen en die rennen, en waar ze dan vaak ook inderdaad met honderden of met duizenden tegelijk zitten, dan moeten die snavels getoucheerd worden. En daar ben ik een zware tegenstel van. Want dan ontneem je een kip zijn belangrijkste tool, zijn snaveltje. Dion Graus. Limburger, net als Wilders en net als een politiek leider, is deze oud-filmmaker een groot dierenvriend. Een van onze hoofdpunten is dat gevecht tegen die islamisering, wat superbelangrijk is. Maar er zijn ook hele andere belangrijke zaken, zoals ook inderdaad dat dierenwelzijn. Wij zijn een echt diervriendelijke partij. Maar ze kunnen niks met die snavel in de kooi. Waar heeft ik het over? Ik had ook liever inderdaad wat laatst wat gezegd, dat er 6 kipjes op een erf rond scharrelen, dat je ergens een hond in een hoek ziet liggen. Alleen, die tijden zijn er helaas niet meer. Het wekelijkse vragenuurtje op dinsdagmiddag. Voor de PVV het moment om zich te profileren. En in de top 10 van mondelinge vragenstellers staat Fleur Agema met stip op 1. Maar de andere PVV'ers laten zich ook niet onbetuigd. En bent u dan met mij van mening? Medische blunders? Nog geen enkel antwoord erop. Een opgebakken lucht, die verdient beter. Vindt u het nu geslaagd beleid? Dit kan echt niet, minister. Wat opvalt hoe verschillend de Kamerleden van de PVV ook opereren, één ding hebben ze gemeen. Ze halen wel heel vaak de allochtone problematiek erbij. De absurde gewoonte van zo'n 41% van de Turken om de huisarts gemiddeld 1 tot 2 keer per maand te bezoeken. Hoe gaat u dat normaliseren? En waar zijn dan uw doelmatigheidsprikkels? Dat is gebaseerd op onderzoek, neem ik aan. Wat denkt u zelf? Nou ja, ik vraag het maar, omdat u het niet noemt. Ik zit hier toch niet om zaken te verzinnen? Meneer Van der Veen. Wat wilt u dan eigenlijk? Wilt u bijvoorbeeld verbieden dat ze 1 keer per maand gaan? Nee hoor, ik wil in ieder geval dat dit soort excessen normaliseren. En dat de zorg in Nederland ook de-islamiseert. Want je ziet dat een groot deel van de moslims heel veel eisend is. En ook veel meer zorg vraagt. Hoe noemt u dat? De de-islamisering van de zorg. De PVV die haalt het er misschien te krampachtig bij. Bij elk onderwerp komt er een allochtone vraag bij. Nu ook weer. Het is niet krampachtig, het is de realiteit. Ik ben tegen ritueel slachten, dat heb ik altijd gezegd. Alleen enkel als het niet gesteund wordt, ja, wat moet ik dan doen? Iedere keer als er een mishandeling plaatsvindt, bel ik meestal even met de plaatselijke korps of met de officier van justitie. En je merkt inderdaad dat het vaak allochtonen zijn inderdaad, die dieren mishandelen. Dat bedoel ik ook op straat, hè? Die een paar eenden verrot schoppen en dat soort dingen allemaal. Hoe komt dat dan? Nou, je zult ook niet vlug allochtonen zien in een circus of in een dierentuin. Ze hebben gewoon niks met dieren. En dat is ook vanuit hun geloof en cultuur. Dus het ligt dat ook allemaal heel anders. Ze hebben veel minder respect ook voor dieren. Auto's horen bij mensen. En als je dus meer mensen krijgt door immigratie, dan vererg je natuurlijk ook de druk op de wegen. En als je dan die wegen niet verbreedt en ook geen huizen bouwt, dan krijg je problemen op de woningmarkt en qua files. En dat is precies wat we hier zien. Zo simpel is het. Maar verwijt u het ook de allochtonen dan, dat er meer files zijn? Nee, ik verwijt het de regering. Door alle tegenwind en kritiek hebben de PVV'ers nog iets gemeenschappelijk. Ze voelen zich miskend. Door hun medekamerleden, de pers en zelfs door hun eigen voorman. Ik zou ook graag meer aandacht willen van de media voor ons andere standpunt. Want dan kunnen de Nederlanders zien dat wij dus een hele brede partij zijn die op alle terreinen meedoen. Het gekke is dus, er is een taboe. Buiten de Kamer wordt wel heel veel gesproken over integratievraagstukken. Maar hier in de Kamer ziet u, ja, er wordt meteen afgekapt. Ja, nou wel, ik denk wel dat wij heel, inderdaad wat ik zeg, bazaal zijn. En heel normaal, en iedereen, Jan met de pet van de straat, iedereen kan ons volgen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk wel dat wij de politiek dichter bij de mensen brengen. Dat weet ik 100% zeker. Ja.